Ja, op het moment dat we dit opnemen duurt het nog even. Maar we zenden dit uit een week voor de kraker Germanicus-Hoogeveen. Ja, dat is een wedstrijd om eruit te kijken. Waar wij als Hoogeveen eruit kijken. Maar jullie als Germanicus ook. Want ja, het zijn eigenlijk twee clubs die veel raakvlak hebben. Ja, dat goed, dat klopt. De afgelopen 5 jaar hebben we tweede klas gespeeld. En we wilden steeds graag naar de eerste klas. Alleen maar om zulke wedstrijden te kunnen spelen. Tegen Hoogeveen, SVBO, Erika. Noem ze allemaal maar op. Dus dit is weer het podium waar wij vinden dat we thuis worden. En dit is natuurlijk een fantastische opening van het seizoen. Ja, want daar komt gegarandeerd veel publiek op af. Nou, dat hoop ik toch. Dat hoop ik toch. Ik denk dat qua affiche dat je mensen uit de buurt en van de omringende clubs die bij ons in de competitie zitten, dat gewoon veel publiek zal trekken. Ja, je hebt wel wat met Hoogeveen komend seizoen, hè? Want ja, je bent ook trainer van CSCC. Dus je moet ook aan Hoogeveen zaterdag. Ja, ook nog, ja. Het is wel hetzelfde veld, hè? Ja, nou goed, maar dat is Hoogeveen zaterdag is waarschijnlijk wel bij de favorieten in de derde klas, gezien het potentieel wat ze hebben. Maar dat zijn alleen maar leuke, mooie wedstrijden in de buurt en leuke derbies. Maar goed, we gaan nu even houden op Germanicus. Ja, ik sprak hiervoor even met je en dan komen er gelijk allerlei mooie verhalen alweer naar boven en zo over Hoogeveen. Ja, je hebt zelf niet geloof ik zo heel vaak tegen Hoogeveen gespeeld, maar wel veel gezien, hè? Ja, dat begint al van kleins af aan. Als je Hoogeveen toont met Klaas van der Sleen, Lennart Mulder, Jan Smit en dan bij Germanicus met Sonny Pelgrim, Herman Vloegraam, Peter Drent, Tibbe Bruinsma, Joop Koel. Ja, dat waren gewoon gouden tijden en er stonden gewoon 5.000-6.000 man langs de kant. Maar ook qua niveau, qua voetbal was het gewoon fantastisch om naar te kijken. Ja, het waren natuurlijk ook de hoogtijdagen in de hoofdklas, hè, voor beide clubs. Ja, absoluut. Maar dat was voor heel Noord-Nederland was dat zo. Je had Erika, Emmen, Hoogeveen, CEC, allemaal in de hoofdklasse zitten. Nou goed, ik weet nog wel als klein jongetje dat Germanicus een uur lang in de kleedkamer heeft gezeten na de wedstrijd. En dan kwam de baksteen door de raam naar binnen. Maar dat zijn allemaal gewoon leuke dingen, leuke herinneringen van nu. Ja, iets wat geweest is, hè? Dit komt nooit meer terug. Hè? Nee, absoluut niet. Nee, maar goed. Dit is ook al andere tijden en dat moet je ook niet willen, denk ik. We leven in nu. En hier kun je ook wel leuke dingen goede dingen uithalen. Nou, ik denk dat we nu ook weer twee goede selecties hebben staan, zowel bij Hoogeveen als Germanicus. En ik denk dat we een fantastische wedstrijd tegemoet kunnen. En wat extra een rol speelt is denk ik het hoge ex-Hoogeveen gehalte bij jullie ook, hè? Erwin Doorn heeft bij Hoogeveen gespeeld, ja. En Eduard. Petter Kreet heeft nog een verleden bij Hoogeveen. En Daniel Bazala. Daniel, ja. Maar goed, er zijn ook allemaal zoals Daniel en Petter die hier alweer jaren spelen. En Erwin speelt voor het derde jaar nu en Eduard voor het tweede jaar nu. Ja, Eduard heeft zich ook uitstekend ontwikkeld, hè? Ja, fantastisch jongen om bij de groep te hebben. Echte winnaarsdiep. Dat ontbrak bij ons net achterin. Zo'n type. En hij krijgt hier ook de kans, heeft bijna alles gespeeld om zich te ontwikkelen. Maar goed, ook van het jaar zal hij weer aan de bak moeten door de concurrentie wat er nu is. Maar dat is alleen maar gezond. Ja, je zei het al, een prachtige eerste klas natuurlijk ook dit jaar weer. Hè. Natuurlijk VKW Daal hadden we er misschien ook wel graag bij gehad. Maar allemaal derbies. Je zou haast denken van lekker zo houden. Hogerop willen we ook niet. John Kickert van Hoogeveen zei ook al van ja, die nieuwe hoofdklasse is een drama. Nou goed, maar als speler en trainer wil je natuurlijk de hoofdhaalbare. Maar als je gewoon even reëel bent en voor de club kijkt. Als je nu deze klas met derby ziet en je ziet dan straks een nieuwe opzet hoofdklasse. Ja, dan ben ik het wel met John eens dat dat voor de club veel minder aantrekkelijk wordt. Nou, want jij wilt ook liever gewoon dan in de hoofdklasse, maar tegen dan een beetje strikgebonden ploegen. Ja, goed als ze dan die nieuwe tweede divisie wel toevoegen. Laat dan gewoon die drie hoofdklassen. Dan krijg je meer eerste klassen die moeten promoveren. Maar dan krijg je wel regiogebonden hoofdklassen. En dan is het ook weer aantrekkelijk. Maar zoals nu, als je dan naar Den Haag of Alkmaar of noem maar op heen moet. Nou, dat is voor de speler veel minder aantrekkelijk, maar ook voor de supporter. En dat is weer een beetje dubbel. Want je wilt eigenlijk het hoogst haalbare als speler, trainer, club, noem maar op.